Ruud Soeverein, directeur van Terra Invest Suriname en Guyana, die namens de groep Mennonieten in Suriname onderhandelt, is niet zuiver bezig, stelde landbouwminister Pralat Seudien vandaag tegenover journalisten. De bewindsman ging in op de recente ontwikkelingen rond de groep die op zoek is naar grond om aan groot landbouw te doen. En wat ik nu lees op voorpagina van Times gisteren, dat hij aangeeft dat ze nog 3 maanden zullen wachten op de overheid, anders gaan ze vertrekken. Waarom betrekken jullie de overheid erbij? Wat heeft de overheid verder ermee te maken? Je sleept de overheid nu met de haren erbij om jouw doelen te bereiken. Snap je? Dus dat is verhaald zoals het gegaan is. Maar nogmaals, waren ze begonnen, ze waren al welkom geheten. Maar men wil nu een munt uitslaan. En nu in deze speciaal de voorzitter, tenminste de vertegenwoordiger van de Mennonieten hier. Helaas, ik vind het jammer voor hun. Maar je weet, als iets wordt getrokken door een verkeerd persoon, dan gaat al dit gedoemd zijn fout te lopen. Wat hier ook gebeurd is. Maar ik blame de schoon te gieren geweest. En even een paar trucjes willen uithalen. Seudien geeft aan dat het niet nieuw is dat mensen de staat in de maling willen nemen. Soeverein staat bekend om praktijken die niet zuiver zijn. Nee, ze hadden aangegeven. Ze zouden grond kopen van derden. Zij die ervaring met hem hebben. Die hebben het ook zo ervaren zoals je dat zegt. Ik ga het woord niet herhalen, maar het is een moeilijk persoon om mee te dealen. Hij heeft ook in het verleden in het binnenland contracten gesloten met Indianen of Indiaanse gemeenschappen voor leveren van ananas en noem maar op, dat nooit opgekocht is geworden. Boeren zijn er dupe van geworden, overheid is er dupe van geworden, banken zijn er dupe van geworden, van een aantal zaken. Het is geen zuiver volk. De minister geeft verder aan dat de staat geen advies heeft uitgebracht dat de Mennonieten in zee moesten gaan met Soeverein. Dit is helemaal niet de afspraak geweest.